centrum van de stad. En ze hebben nooit genoeg gehad. Sneakers, sneakers. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Likkepaarden komen zij steeds dichterbij. En ze roeren allemaal naar mij. Ik ben zoals ik ben. Ik ben een doodgewone sneaker. Kom uit het Sperkhem. Ik ben gewoon zoals ik ben. Ik praat mijn eigen dialect, omdat dat ze lekker bekt. En al zei het een wiesneus, ook harregat. Ik ben een echte sneaker en ik laat dat horen. Ja, ze het ieder mens wel wat. Ik praat mijn eigen taal in geuren en in kleuren. Straatpoëzie. Hij had het stopgeer niet uitvonden, maar zong me dag. Als de zwaluwen om een amper om een koepel van een grote kerk vlogen, stond hij, bedsteejonkje uit de stienklip, voor het winkeltje van Van Druten in een oude Noorderhorne. Rachelde even flink van achteruit de straat, kwitste een grote groene kladder op straat en zei stoer: lekkere kluten bij Van Druten voor de ruten. Kom ik helemaal uit Brabant voor een rustig weekendje sneek, word ik wakker op mijn boot en denk: ben ik nou gek? Want weet je wat ik zag? Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Nou, nou. Allemaal sneakers. Nou, nou, nou. Zoveel sneakers om me heen. Soms denk ik nou, ik word een beetje gek van al die sneakers. Zoveel sneakers om me heen. Sneakers, sneakers. Met de koelbox lopen zij daar met elkaar. Op de zeilboot, op de kermis, kijk maar. En ze zingen allemaal zo raar. Sneakers, sneakers. Jong en oud en knap en lelijk over straat. In de disco, in de kroeg zijn zij paraat. En ze kennen allemaal geen maat. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Nou, nou. Allemaal sneakers. Nou, nou, nou. Zoveel sneakers om me heen. Sneakers, sneakers. Op de waterpoort en in het oude vat. In de walrus, in het centrum van de stad. En ze hebben nooit genoeg gehad. Sneakers, sneakers. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Likkepaarden komen zij steeds dichterbij. En ze roeren allemaal naar mij. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Nou, nou. Allemaal sneakers. Nou, nou, nou. Zoveel sneakers om me heen. Ze komen zelfs als ik om me heen heb. 1000 sneakers. Allemaal sneakers om me heen. Sneakers, sneakers. Op het snekermeer ze zwaaien naar elkaar. De Ajax-club aan de bar, kijk maar. En ze lopen steeds door elkaar. Sneakers, sneakers. Henk en Johan zitten daar op de toerist. Ze drinken melk, voor wie het nog niet wist. De snekermeerbus hebben zij gemist. Sneakers, sneakers.
Ja, stop. Ik ga wel terug naar Brabant. Met elkaar bedacht we een podium over de WIP heen. Nou, dat hebben we weten. Toen kwamen we in contact met Gerry Roeland. Dat was ook een amateur uit Amsterdam. Die was toevallig in Sneek en die zag dat en die kwam bij ons. En die zei, jongens, ik weet ook wel wat artiesten die beginnen. En die willen graag wat naamsbekendheid hebben. En hier staan mensen, man. Wat is verschrikkelijk, 7,000-8,000 mensen. Nou, we zeiden, laat ze maar komen. Hé, jongens, het ei van Columbus kwam. De Monties. Fred Plevier, die is nou helaas overleden. Dat was de eerste man met Piet Buinbergen van de Monties. En die deden een act van 20 minuten op het podium. Nou, ze braken de bakkerij af. Niet de bakkerij van Dam, maar bij wie ze verspreken een sneker uitdrukking. De Monties die prolongeren, want die kwamen 2 weken later weer. Maar we hadden altijd voor de oude vandaag een rij banken, zo'n 150, 200. Maarten van Vliet die leverde de kistjes, stonden bij Wuring de fietsenstalling, mochten we ze neerzetten. En banken van de Friso. En er zaten 150. En ze kregen limonade van Berghout, de Weide Gaper. Die oudsjes dat die ze hadden. Toen waren dus die Monties kwamen voor de tweede keer. En je gelooft het of niet, wij deden altijd Dikkie, Ton Kraakmer en ik. En soms ging een ander even mee, Gerrit Menken, maar die deed het geluid naar de oudsjes toe. En toen kreeg ik een arm om me heen. En dan zei ze, doe vandaag wat heb ik lacht. We stonden met z'n drieën. Ik zei, nou fijn toch, ik kon het niet droog houden. En toen zei Ton Kraakmer, het heeft potdomme helemaal niet geregend. Ik denk dat die vrouw, die was wat nat geworden van het lachen. We hadden een keer de Onkel Tieders op het podium. En Ruud Silvius, dat was een topper. Want die kon spelen opzien, schuurtrombone. Hoe is de tiger rack. Dat was grandioos. Maar we speelden dat er een wielerclub bezig was. En die surfieden ze bij het podium van de WIP. Maar het was helemaal niet waar, maar we maakten die mensen van gek, ze komen er bijna aan. En toen kwam Ruud naar voren naar mij. En wanneer kan ik nou eindelijk die tijgerak spelen? Nou, we zeiden, we moeten toch eerst die finish hebben. Dat hij gooide zijn schuurtrombone in een wip. Dat er gingen, oh, allemaal, dat kan je wel begrijpen van al die mensen die er stonden. Oh, dit is erg, maar het was een oude schuurtrombone. Daar hadden we zo'n visdraad aan, dat konden mensen niet zien. Nou, toen maakten we bekend dat eigenlijk het was geen finish. Maar ja, nou is de tijgerrek van Ruud. Nee, helemaal niet. En dan trokken we dus dat touwtje en de andere schuurtrombone op. Hij verwisselde die even goal en dan maakten we de tijgerrek. Het is voor jullie begrippen, nou in deze moderne tijd, misschien niks. Maar voor het snekerpubliek, een bekende sneker, Ruud Silvius. En die dat zo fantastisch speelde, dat was grandioos. En toen hadden we een keer, was het toneelstuk en die man die kwam bij ons en zei tegen mij, zei, je moet er even rekening houden, we hebben eigenlijk, het is niet zo'n lang stuk. Nou, ik zei toen, Dikkie, op toneel, waar ben je met praten? Ik zei, wat moeten we doen? Ik zei, nou Gerrit Wiesma, even een showtje maken hier. Nou, dat doet hij niet, nou, ik zei, ik zal het proberen. En Gerrit Wiesma was gek aan het uitladen en die had zijn spullen beneden, dat was een hele grote hal toen, is dat nog wel? Ik zei, Gerrit, ik had een paar potjes extra verdienen. Moet je even een showtje maken op het toneel. Want het Peppers hoorde me niet. Dat doet niet. Gerard komt ook wat meer in de pongen. Nou, dan moet je er maar over praten. Nou, we kregen hem zover. Potje bier. En de Wietse de Boer was erbij. En ik meen het Ben Molof, Jack Lom, dat weet ik niet precies meer. Nou, en die brengt het ding op de materiaal, de drummer. En hij ziet de accordeon. Op toneel, waarom begin ik te zeggen, Dikkie uitpraten is. En wat gebeurde nou? We waren op toneel, en Dikkie stond het woord. Dikkie was altijd nog wat lang van stof. Dat we deden, Gerrit, achter de dien, terwijl we Dikkie zien kont. Uit zijn gangen, jongen. Maar fijn, Dikkie was uitpraten. En hielden ze dus, ook keringen, die twee doeken, die hielden ze vast. Dat Dikkie kon er nooit uit, dat er gingen maar gejuichen van de lui. Maar op laatst uit de seatkant kwam hij. Maar toen had ik met Gerrit Wiesma afgesproken. Gerrit zei toen, Piet Koes, dat was de toneelmeester van Amersitje. Piet, moest erom denken. Ik toen drie keer met de poot en dan trek ze hem open. Had hij nooit zeggen wat. No? En het liedje was populair, Jaapie de Portier. Daar zou hij met beginnen.
Volle amicitia, moest je voorstellen. Ik zei toen, Piet, we moesten goed om denken. Wij huren die zaal. Dus ik zeg, trekken? Dan trekst. Ja, maar dan trekst. Nou, oké, is het, Piet. Nou, Geert, zei ik, ben je er klaar voor? Zei hij tussen, jongens, ja. En hij deed zijn poort omhoog. Ik zei, trekken. En hij trok hem open. Dus er stond hij daar. En stotter, die moet eerst op gang komen. Hè? Toen draaide hij in de microfoon naar het publiek toe. Godverdomme. Hij denk ik van, dan hebben we je op je toe van dat. En toen draaide hij om, en ik ben Jaap, en toen ging ik in de deur. Dus dat had met Gerard. Dus het was direct als stemming in die hele grote zaal met het Schoetsiesiel. Dat Bruinsma die kreeg, had een revue van zoveel jaar bestaan nergens van. En die kwam op de rug. Zei, Joop, wil jij die mensen even wat te plak zetten op het toneel? Want het gaat wat door elkaar heen. Ik zei, oh, dat komt wel goed, daar ga ik wel even heen. Hij zei, dan weet je ook één die daar met patat of zoiets staan kan. Ik zei, weet ik een hele goeie neem. Ik zei, met de spuis. Maar ik zei, dan broodje knak. Want dat deed hij ook op de stad even dan. Dat ik Bertus bellen. Doe wat hest voor me. Ik zei zo, dat wil we altijd doen. En wat konden we? We komen door Heeg. En er staan twee polities. Bertus zei, dit is, nou, zij is het beleven. Nou, ik zat bij hem voor hem. Maar haar ook niet in de wagen. Het raampje naar beneden. Heren, wat kan ik betekenen? Ah, zei die ene. Puis. Ja, meneer. Ja. Die andere, die met hem praat. Hij zei, helaas, ik moet je bekeuren, want van die verlichting deugt niks. Hij zegt, het is gewoon een parkeerlichtje van de ene kant en de andere niet. Meneer, je leven in het volle vertrouwen in de mensheid. Kijk, toen die man zei, is alles in orde? Alles is in orde. Die van de politieagent die buis kwam, die leidt blauw over een auto te lachen. Want die denkt, hoe me hier uit lult bij mijn collega. Nou zit Bert en zei, morgen komen we weer, het is allemaal dik voor elkaar. Nou, hij zei, dan zal ik het deze keer schikken. Kort verhaal, of een lang verhaal kort te maken. Andere avond weer terug. Ik zei, beste, ja, zet je op, bedacht nog. Ik neem geen risico, ben ik bijzonder met het. Weer terug, en je gelooft het niet. In Heeg, diezelfde twee. Stop. Nou, pas, nou gaat de bekeuring wel door. Ze spelen het ook, hoor, die kringen van die ene sneker wat erbij. Heren. Het verlies in de mensheid. Ik zei vaak tegen meneer Pastoor. Ik zei, je vertrouwen elkaar. Ja, Gerard Puis of Bertus, daar heb je gelijk. Je moet vertrouwen in de mensheid hebben. Nu ga ik naar de garage toe vanmorgen. Ik zeg tegen hem, zo en zo. Twee sympathieke mensen hebben je aanhouden. Verlichting deugt niet. Maak het nou in orde. Want hij zei, dit kan toch niet. Ja, Puis, het verhaaltje is mooi. En die andere vent, dat is misschien flauw dat ik het zeg, maar die gniezen weer. Nee, niet over een auto, maar daarachter gniezen. Puis zei, ik weet niet wat ik doen kan. Ik heb een bitsje verdiend. Ik heb geld bij me. Ik wil het wel betalen, je zegt het maar. En hij zei, ik heb mijn vertrouwen verloren in de mensheid op deze man van de garage. Dan zei die man, ja, serieus, wat ze hebben. Ik wist nog dat ze dekt hadden. Dus, dan zei nou fijn. Rij maar door. Maar hij bleef uw traampje hangen. Ik denk, ik moet hem aantrekken. Hoor. Hij zegt, heren, ze moeten de goede denken. Mochten de vrouwen me leuk krijgen met hun schoorsteen, bel even met Bettis en die komt gratis met het Amerikaans materiaal. Dat doet barsten ze uit. Weinig sneeuw. Bettis zei, wat maken die lui? Zeg nou, druk om een lampje. Dat was Bettis. Maar Bettis die beleefde meer. Ik kan het nog even over Bettis Puis. Met de spuis moest 452 gulden betalen aan belastingsschuld. En zijn vrouw, een leuke vrouw had die, zei, Bettis jongens, hoe komt het nou? Dat moeten we in orde maken. Ja, hij zei, moeke, er wordt wel weer verdiend, maar het zit wat tegen hè, vandaag de dag. Oplaas, ze zeurden zo, dat moesten maar heen. Het had ook al een paar keer een aanmaning gehad. En toen hadden we het belastingkantoor nog in de Weidenburgstraat. En er was een vrijgezel, die was ontvanger. Dus niet zweep, een ontvanger. Dus we doen het puisje, neemt zijn karren met materiaal, zet die in de Weidenburg, staat neer, loopt naar binnen, stond op ontvanger, met witte letters, zei hij, vertelde me ook nog. Hij zei het en ik deed, bom, 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 ik stap naar binnen. Meneer, heeft u een afspraak? Meneer, we maken geen ruzie, ik kom even u wat vertellen. Wat dan? Nou,
thuis en soms zou ik met belasting betalen en ik heb niet. En ik zei tegen Moeke, we hebben het weggehalen, maar dat kan ons niks schelen. Ik heb mijn materiaal hiervoor staan en het is allemaal voor meneer. Dat verkoopt meneer maar en dat is misschien mijn schuldwerk, ik weet het niet, maar ik kan het niet. Hij zegt, ja, maar ik verkoop geen ladders en al die dingen meer. Dat is belangrijk. Meneer, we hebben allemaal gelijk. Ik wil het ook nog wel even achterom brengen, want dan kon je van de gedempte Paul ook bij het belastingkoop. Ik neem het niet meer met. Ik wil geen ruzie met de vrouw hebben. Met de kinderen, ze gaan wel even ergens wat geld halen, lenen of wat dan ook maar. Zei het, het moet niet. Op laatst, die man die roept er nog één bij. En ze ja. Nou, Puis, we zullen het, u is wel bekend in Sneek en al die dingen weer. We zullen het zo doen. U wordt nu gevrijwaard van dit bedrag. Maar u moet beloven dat in de toekomst dat het dik voor elkaar komt. Meneer, de Heer mag je redden. Dan ging Rutte, gaf mijn hand. Een week later kregen ze een aanzienkaart. Niet die lui van de belasting. Maar bij hem thuis zat hij in Oostenrijk op vakantie met zijn vrouw. Dat was Bertus Puis. Ballerina's, stront en zure bommen. Wat hadden wij nog met de veemerk? Ze nou en dan baltje hoog houden in een betonnen barghokken die het nog nu weer rukten. Eén keer stuiten mocht, alles op techniek. En op dinsdagmorgens in de paasvakantie tussen al die veekooplui omstrunen. De stank van mierende koeien, stutten keersrecht omhoog. De stront die dampt op een koude klinkers. Door de ruten van Vellinga's in café, blauw van sigarenrook, kieken naar ballerina's met witte scotsjes. Die veehandelaars en lange, keki-kleurige stofjassen met portefeuilles en kettings de slukjes voorzetten. Tussen de veewagens en vrachtauto's zetten wij de tanden in zijn zure bom. Eén dubbeltje maar, het was vakantie. Tja. Wat hadden wij, snekerjonkjes, nou met de veemerk? We gaan even naar tante zus. Zus Slippers. Even kijken of ze thuis is. Hier voor ons staat, nou de Icon. Goeiedag. Het is Grace Kelly al ingevallen. Oké. Dat is Kat, de broer van Paul Ruiter. Paul Ruiter? Ja, die gaat hij nou. Oh. Mag hij er wel in? Nou, is hij van goed gedrag? Ja. Eerbaarheid. Goed gelovig, hier, goed gelovig. Bent hij zijn drie weken grootje s'avonds? Echt? Want een kind van God is altijd blij, hè, denk ik erop. Maar het wordt een lachen dus, hè? Ik was thuis, want als je vroeger trouwde, dat was in strijd met de huwelijksmoraal, dan mocht je niet te werken blijven. Want het was, gaat heen en vermenigvuldigd, hè? Dat was het. Hè? En dus ik was thuis, nou, ik vond er geen spruit aan natuurlijk om thuis te wezen, helemaal niks. En toen kwamen ze van het Kruisbroederhof, kwamen ze vragen of ik het hoofd was weg, of ik daar, ik had hoofdbevoegdheid, of ik wou werken daar. Nou, ik vond dat leuk. Of ik ze dan een week uit de brand wou helpen. Nou, ik zeg, dat is best, dat is gezellig. Sietse en Gerben en Lewintje en Fokke en prachtig, Fokke, jongen, prachtig. Sietse, ik was de grote vriendin van grote Sietse, no? Lange Sietse, no? Lange Sietse. En ik mocht alleen maar hem in het bad doen. En toen vader een keer iets en toen kon ik niet, dan deed een ander hem in het bad. En die had zo verschrikkelijk mooi. Had hij met natte doek, had hij dat kind, stond zo in de hoek. En zei, pasbutten doen. En Fokke was helemaal gek op. Als ik op vakantie was, stond Fokke in het Kruisbroederhof. Wat zuster Fokke? Zuster Fut, zei hij. En wat zuster weet zuske, wat zuster met zuster? Trouwe jonkjes, zit Fokke. En wat zuster? Koesen, zei hij. Dat was dat mopje van. En ik zie een week blijven en ik heb er 2,5 jaar geweest. Nee, dat is echt een hele mooie periode. Weet je. Die trouwerij en ook echt prachtig. Ik heb één keer gehad, jongen, dat was zo mooi, had ik al van drie fronten gehoord. Jelle heette die, ik weet niet meer, Ruven doet er ook niet toe. Jelle had een pak van 2000 euro, 2000 guld, weet ik veel, van de PC Hoofdstraat. Oh,
interesseert mij natuurlijk niks. Maar ik kreeg het uit die richting en uit die richting en uit die. En ik werd er eigenlijk een beetje misselijk van. Ja. Ik dacht, wat kan mij dat toch schelen? Fijn, ik dacht, dan nou, pakt hij wel even. Dus ik dacht, god, ik zei, dan best goed slaan met lege de zeils. Want ik zei, ik zag die van de week wat strun. En ik dacht, wat met Jelle hier? Maar Jelle die zag. Maar ik zei, nou, hij stond natuurlijk ook een atletische gestalte. Dat ik zei, dit ligt daar. En ik zei, en dat voor 17,50 kast een hele hoop andere dingen. Hij zei, het kost zoveel. Wat verdik, even kruisgestuurd. Kijk, Jacob. Ik zei, kast een heleboel leuke dingen ervoor doen. En ik zei, wat dat betreft. Hij zei, zoveel. Met P. Oh, nou, ik zei. Is, maar je bent knap van jezelf. Die vader had met de valde daar aan wel. Hij zei, het was het mooiste van de hele trouwpreek. Dat pak van het leger des heils. Ja. Maar hij had niet zeggen, maar hij had een flesje witte wijn beloofd, had hij nooit gegeven. Hij zei, ik ben gescheiden. Ik zei, het komt omdat ze mij geen witte wijn geven heeft, jongen. Ik zei, daar komt het van. Maar dat was leuk. Maar het is natuurlijk zo, als ze jou vragen, heb je al een bepaalde relatie, maar ik kan me altijd vrij veel permitteren, omdat ze weten dat ik het zeg. He, ik heb toen één keer gezegd, niet zo kreksie, dan kan je geen horlogemaker worden. Zet dat beest aan mij, juist kreksie. Dus die snapte mijn humor niet. Nee. Dat is ook niet leuk. Ze snapten het soms niet. Vond ik dan jammer dat ik nou de mist in gang ga en ooit, hoor, dat hij ze helemaal niet in de gaten. Maar als je een bepaalde vorm van en ik denk dat dat een beetje puizenaard is, hoor. Dat humor erin, niet bewust. Als wij hebben puizenlichten morgen, beginnen we om 10 uur te lachen en we lachen om 1 uur nog. Echt waar. En ik ben ook hartstikke familieziek natuurlijk. En gisteren zei hij, ben je naar de sneekwieg geweest? Ik zei, ben je naar de sneekwieg? Ik zei, ik heb de hele week op een puizenboord zitten. S'morgens opstappen, dan nooit weer af. Nou, ze zien, ja, ik zei, nou denk je dat ik gek ben, maar ik zei, ik heb een prachtige week gehad. Ze weten allemaal dat wij de Muppets voor op het schip zitten en iedereen komt bij ons. Nou, kan je het je nou mooi bedenken, hè, wat dat betreft. En ik ben gek op een poester, dat heb ik dan niet vermeld, hoor. Echt waar. En je waren sukken echt kregen, want zo oud ik ben en je en de Rohuster speelt, daar stond ik. En dan begon je hem altijd te spelen, Einzul de Gladiator, daar begon je hem altijd mee. En dan begon ik altijd te janken. En dan had je hem dat ik, de oom is leeft ook weer. En dan letten ze op en dan zei ik, moet ik het dan mee ophouden? Want ze zijn. Nee, ik zei, nee, dat is sneekweek voor mij, dat is echt sneekweek voor mij. Maar dan, en je begint niet weer aan zo, ta, nou dan begon ze. En dan, ach heer, ik dacht, ik verdomme, ik jank niet. En dan biggelden de tranen alweer. Dat is vreugde voor mij, pure vreugde. Ik ben natuurlijk niet naar het oude vaart gaan, hè. Want dan ga je onderuit, hè. Dan ga je onderuit, ja. Dan ga je onderuit en dan speel je niet, het wordt stil aan de overkant. Ja, vertel dat eens even. Toen zat u. Bij, nou, toen was ik dus wel ziek, hè, die ja. Zomer. En ik was, nou, dat was ik bestraald, maar wel naar die sneekweek, hè. En de hele dag druk praten, gezellig, leuk, slukje, niet te veel eten. En dan kwam ik met de oude vat en iedereen, allemaal bruiden en allemaal kraamvrouwen en tante zus voor. En hartstikke leuk, echt, maar ik kon het lang niet trekken, hoor. In één keer ging het licht uit, lang uit met de zieke auto. Annette had een mooi leukje op die moest bij. Toen begon je te spul. Het wordt stil aan de overkant. Daar is het toch? Toen zei die dokter, mooie muziek. Wat de muziek? Ik zei, hoppa, hoppa. Hoe? Zei ik, maar je gaat wel eens een keer met. Nou, hij zei, heeft u ook spijt? Ik zei, man, ik ga er zo weer. Ik ga er zo weer. Want ik voelde me geen patiënt. Eén keer had met Sim het 2000 en... Nou, dat vond ik natuurlijk het einde. Hè. Ik heb al die programma's afgelopen. Het allermooiste was toen waren we in het VEC. En toen was het afgelopen. En toen gingen wij dus weg en de gediening gaan open. En dan komt de Blahusterband. Ik ben gewoon jager. Ze, Trace heeft een Canadees. Kon niet meer kapot. Die emigranten. Gulen. Nou, wij ook vanzelf. En toen trof ik een en toen zei hij, God Greetje, wat hij jou nou ook opkreeg. Ik zei, daar heeft u zo geen spiegel in de gang, zeker in Nieuw-Zeeland. Want ik zei, daar ben je krak alleen en ik ben niet vea glad. Hij zei, hij is dezelfde grote man als vroeger, zei hij. Maar nu vervent, wat hij jou nou ook, 14 jaar raken we niet zien. Ik heb vaak Finse jurken, want ik ben klein en dik, dan moet je Finse jurken kopen. Want dat toont het dan wat. Niks wezen, niks liegen.
En dan zei Berlef altijd, mooi jurk. En dat ze flauwe sluizen. Maar dat streelde me gewoon hoor. Dat ik het Berlef wel even zie. Maar primiekje van Lancelot dan. Echt waar. De puizenhumor verdwijnt. En dat is jammer. De humor van ons bed is verdwijnt. Die is al verdwenen. Want die gaat nog dagelijks over de tong in sneek. Echt waar. En dat was hele mooie humor. Maar we hebben, als we die nichtenmorgen hebben, dan komt die puin. Dat zouden we nog opschrijven. Want een klein voorbeeld. Ome Bernard, van de vader van de huidige directeur van Puis, die kreeg een jonge zoon. En hij had allemaal broers. En zei, nou, we hebben een jonge zoon. Nou, Bernard, hoe heet hij? Nou, hij heet Kees. Nou, waarom heeft hij hem geen boterhamworst noemd? Nou, dat is toch humor? Dat is schitterend toch? En ze hadden ze altijd wat. Als ik dat puizenboek leeg, dat is één aaneenschakeling van humor. En ik zet tegenwoordig altijd op mijn felicitaties. Alle dagen feest maken, maar zelf de slingers ophangen. Want dat is belangrijk. Een ander doet je, hangt je slingers niet op. Als je het zelf niet doet, kan je nooit feest vieren. En er zijn veel redenen om feest te vieren. En er zijn ook veel redenen om te zeggen, waar maak ik me nou eigenlijk druk om? Ajo, ik had op een rouwkaart van mijn mensen. Tel alleen de heldere uren. Iedere dag veel heldere uren. Echt waar. En dat ontroert me dan ook weer. Zo'n siepel ben ik dan ook. Je. Maar ja, oom Lontje zei vroeger al. Vrouwen en siepels best van beide gulen. Zo is het dan. Maar oom Lontje was ook zo'n schitterende man. Hoor. En dan zei hij, had hij slaten komen. Dubbel zit stuk, twee voor kwartie. Daar was allemaal twee voor kwartie. Zijn huis zit er kluis in, het slaat wel neer. Je zet ze allemaal kappen van morgen. Sukke humor, dat is, jongens, dat is schitterend. En dan hebben we ook dingen, daar lachen we echt iedere keer weer om. Want dat blijft. En dat is eigenlijk een kostbaar, humor is een kostbaar bezit. Eerlijk waar hoor. En dan ook eens met een, hadden we zo'n pier en mijn gachelboortuur. We gingen altijd met oma Loortje. En tante Wietske op vakantie. Tante Wietske was zo nog. Dat was vrouw Grabal iets in het ding. Hadden we zo'n oude radboord van de moed. En dat was gewoon fijn. Toen sliepen mijn man en ik in de tent. En kwam ik s'morgens in de boot. Toen zei ik, god oma Loortje. Hij de kleren dan wat. De kleren dan was het oma Loortje. Ik heb morgen gebeteld binnen. Ik heb een kok tegen mijn schuit. Ik heb al een uur met wiets gestooid. Ik moest al lachen. Ik viel zo van de treeplak in de sloot. Met de in de piano. Oh, tante Wietske was zo. Het was een oude randboot van moed. Dan kort ik aan het school. Ik heb al een uur met wiets gestooid. Nou jongen, dit is toch. Hè? Ik groei van niks het wiets. En had ze zo'n oude deur op. En dan namen ze een bonbonske om een smaak wel te krijgen. Pil. Dat vind ik dat. Kitteren. Ja, waar was een vermageringspil. Dan hebben ze mijn bons gaan Ik eet niks. Ik groei van de lucht. En dan zei oma Loortje, maar het is wel lucht gevuld met slagroom. En toen zei hij, kwamen we zaterdagavond aan bij en op een stukje. Hij zei, hij is de drama al gehoord. Ik zei, wat dan? Hij zei, Anneke Greuze afnomen in het brandwondenziekenhuis is Beverwijk. God, ik zei, oma, en een brandend zand, dat was die lievelingsduiven. God, ik zei, oma Loortje, wat sneu. En ik zei, wat sneu, hoe in het komen zet de tokens verbrand als brandende zand. Ik bedoel maar, ze ging dat de hele avond. Echt waar. Als je nou bedenkt, ik heb een heel mooi gedichtje als en nog. Vroeger kan het kindje al lopen, kan het kindje al staan, is het kindje al zinnelijk. Ik zei, dan ben je de 70 passeert, kan jou nog fietsen, kan jou nog auto rijden. En dan ben er een heleboel nachtjes over. En als je die optellen, nou, dan ben je alleen maar een gelukkig mens. Ik wil even iets zeggen. Ik neem niet voor de goal maken. Kan. Hij is nog niet rood genoeg. Alleen niet wel hoor. Ja, dat wist hij. Je moet eigenlijk zijn spits hebben. Ik doe niet niks. Nee. Is er bang te wezen? Helemaal niet. Het holle ogen, holle heen en bal. Kom maar gauw, jongen.
Ja. Wat we met al die lui hier? Je moet eens zingen. Ja. Midden in de stad. Ja. Zo. Nou, we gaan maar. Midden in de stad, daar is vrede. Zingt er zijn fleurige tonen. Het is de Louis Davis van Snee. Komt in boek van markante personen. Op de Oosterdijk daar loopt Freek. Een kleine man loopt weer te zingen. Soms krijgt hij een sneer of een preek. Maar er binnen toch ergere dingen. Twee ogen zo blauw, zo herig en trouw, die al mijn geluk en die kijken voor jou. Twee ogen zo blauw. Midden in de stad, daar is Freek. Hij zingt niet voor guldens of centen. Misschien ziet hem volgende week. Geef dan maar mijn complimenten. Op de Oosterdijk daar loopt Freek. Hey kleine man, wacht eens even. Soms maakt oude vrouwen van streek. Of is dat verhaal overdreven? Twee ogen zo blauw, vier nachten op jou. Eerst met de buurvrouw en dan met je vrouw. Vier nachten op jou. Midden in de stad, daar is Freek. De mensen ze draven en vliegen. En wie dat normaal vindt in sneeuw, die moet zich vergissen of liegen. Op de Oosterdijk daar loopt Freek. Het doet weer zijn dagelijkse ronde. En laat hij de stad in de steek. Dan vind ik dat vreselijk zonde. Twee ogen zo blauw, zo herig en trouw. Die al mijn geluk en die kijken voor jou. Twee ogen zo blauw, twee ogen zo blauw. Zo herig en trouw. En die al mijn geluk en die kijken voor jou. Twee ogen zo blauw, twee ogen zo blauw. Twee ogen zo blauw, twee ogen zo blauw. Nou, ik vind alle jongens van Black Boys op heet niet zo best. En daarom wil ik Black Boys even zeggen. Als die ene voor de goal staat, dan trapt hij me naast. Er is geen één van Black Boys die de goal maken kan. Alleen ik wel hoor. Je moet eigenlijk zo'n goede speler hebben. Je moet eigenlijk zo'n spits hebben. Maar ja, die spits die hebben we niet en die moeten we hebben. Als we die niet krijgen, dan kan we helemaal wel ophouden. Wat zijn Freekie? Ja, doe maar. Sneek met je oude geebond. Sneek met je waterpoort. We hebben in ons Nederlandje al zoveel van jou gehoord. Denk maar aan de scootjes, zielen. Heerlijk om erbij te zijn. En vergeet vooral de sneekweek niet. Dat machtig zelf zijn. Je bent de stadsneek, je hoort erbij. Je zult het blijven. De stad van mij, je zult er blijven, mijn hele leven. Die mooie stad Sneek, die stad van mij. 12 jaar waar ik bij de schilder kom, bij een NBO. Ja. En ik was altijd als knecht geweest natuurlijk. No? Ja. En in het laatste jaar, toen werd er zo'n gezegde, dat nam ik over. Al zijn de tijden nog zo slecht, het is beter baas te zijn dan knecht. En dat deed ik toen ook maar. En ik had succes dadelijk. Ja. Ik was wat niet af van Michel, kreeg het gemeentekantoor. Nee, gemeentekantoor.
Daar moest ik op schrijven met 19 schilders in steek. En ik kwam maar dicht bij de begroting. We hadden bij een vergadering van die schilders. En wie dicht bij de begroting was, die mocht als laagste inschrijven. Want ik mocht als laagste inschrijven. Hè? En de gemeente, de directeur van gemeentewerken, want precies een meneer, die zei, kom eens even hier, Sofies. Zegt, jongen, als laagste inschrijven, maar kan ik ten horen van de pand dat het werk goed afleverd wordt. Maar ik was van één kant ook wel een beetje diplomatiek. En dat ging samen met de waarheid. Ik zei, meneer de directeur, als ik dit werk heb, dan doe ik dat niet om geld te verdienen, maar om een goede naam te krijgen. Ik zei, en ik heb twee knechten, het waren twee geroutineerde schilders. Nou, ik zei, ik maak het werk zo. Dan moet je ooit hebben, zei hij, zo keer. En die opzichters waren ook gek met mij. Ja. Die foto lieten ze maken. Ja. Dan zei de gemeente, zijn ze in het voorjaar, zijn ze te me. Nou, zelfs hoeveel woningen kan je hebben? Ja. Dat kon niet beter. Nee. Ja. Moek, hè? Die had mijn beloofd. Die wil 13 kinders hebben, die had ze ook gekregen. Maar dat zei ze, als er een van de jongens dus wat optilde, wat het uitvreden had, zei ze, dan moesten ze een opstaan, zei ze dan. No? Ze moeken dan, hoor. Dan moesten ze een opstaan, hoor. Nou, ik dacht, een keer toen dacht ik, wat heeft ze nog zo vaak gezegd? Moet dat maar eens wezen, hoor. Het was Epke ook. Ik zei, Epke, kom met. En in de gang die hing de matten kloppen. En ik pakte die mattenkoppen en sloeg hem met op een schutting. En ik heb schreeuwen, gulen. No? Goed night was mijn kameraad. Die was in hetzelfde jaar geboren als ik. Dat was een paus. Maar die is maar 69 geworden. Ja. Want hij kwam in goed gezelschap. Hij kocht een duur huis, maar hij deed dat nog een beetje te veel. Dat 69 ging de pijp uit. Ik ben nog vaak bij zijn geweest. Ja. Pingel, het was de auto van een viskoopman. Gerard heette die ook, hè. En, nou, dat was een slingerbiel in het veld. Die konden dat van, hoor. En dan had je Babers, was een broer van Pingel. Het was zo'n beste voetballer, eigenlijk. Zei Anton altijd, met mijn broer. Johannes is technisch de beste voetballer. Dat was de derde puis. En dan had je Kees puis. Die staat daar op een foto. Ja. Die maakte de winnende goal toen Sneek. Kleine Kees. En dan had je Tepmas. Piet Tepma, Gerben Tepma en Hielke Tepma. Piet was een kameraad van mij. Hielke was ook een kameraad van mij. Hielke was technisch de beste voetballer. Hartstikke mooie, technische voetballer. En dan mijn broer Itzi stond op een stappenspel. Onverslaanbaar. Een monster achter, hoor. En Jetse Brinksma stond in de goal. Ik weet het wel, Jetse. Penalty nemen? Ja. Ze gingen er altijd in, hè? Ja, ik ga nooit meer mis. En waar kwam dat ook van? Mijn oudste broer Anton, no? Ja. Het was een deskundige op het gebied van het voetbal, hoor. Ja. Die had me, gaf me les daarin. Ja. In penalty nemen. Dat het altijd weer zo was, hè? Ja. De linkervoet naast de bal. Over de bal heen, buur, flink aanloop. En een keihard in de hoek. Hielden ze nooit. Ik heb wel eens een prijs met hem. In Blauwhuis hadden we een serenwedstrijd. Blauwhuis moest een rest van bal zat. En wij moesten natuurlijk in Sint-Niek. No? En wij wonnen en zij wonnen ook. Moest de laatste wedstrijd moesten we steunen met Blauwhuis. Ja. En Blauwhuis denk ik, waren wat bang voor ons. Want wij waren voorbij de oorlogsploeg.
Dat is stond met Elma voor de goal. Ja. Zo'n 5 minuten voor het Elma is een beetje te ruw. Dan kreeg je een penalty. Maar, ja. Ik kon de keeper goed die in de goal zo. Ik kwam uit Wolfsen weg. Ja. Ik kreeg hem aan. Zo laat ik. Zeg ik tegen hoog niet, jong. Hij zei, nou, die was bij Thomas Meelapper. Die hoog niet, jong, zegt hij. Hij was in het scherm gegaan. En dan kreeg ik wat trofeeën. De jongens zijn toen, hij heeft ook verdiend met die 1-0. Dat hij had toen jaar en jaar bij mij op een schoorste mantel staan. Oh. Een vreemde besnuiter was moeder van. Het wandelen was moeder van het wandelen. Hij had zijn fluit verloren, al uit zijn hemel, mantelzak, mantelzak, uit zijn mantelzak. Dat zong ik bij de hoofdjes, jongens. Ja. En dan, dat is niet, ik heb gevonden waar jij zoveel van hield, la la la, hield, la la la, waar jij zoveel van hield. Ook wat Vlaters heb ik een keer gehad. Ja? Ja. Toen was Henny de Staker was dirigent. No? En toen speelde Rigoletto van Verdi. En er zat een schitterende trombone zo in. Echt later heel goed speelde, maar toen, ik was nog heel jong. Dat ik zet een beetje te voorzien en toen kon de hoogste noot niet halen. Pam, bram, pam, para, 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 tom. Dat was de melodie, weet ik wel. Ta, 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 ta. Schitterend mooi zo. En mijn jongste broer die zong nog voor de radio. Die zei, ik weet dat daar stond die solospoels dus tegen Letto. Van het voorjaar, toen was ik met, ik weet met een van Jimmer, was ik in Ries. Ja, met aan Tater. Met Itzert, ja. En die café hoor, wij zaten daar en we kregen koffie en gebak. En toen zei die café hoor, natuurlijk mee, hoe lang is geleden dat jou weer wees binnen? Weet je wat ik zei? 80 jaar. Ik ook hoe kan dat nou zijn? Nou, ik zeg, ik was 12 jaar, ik fiets hierheen. Ja. Toen waren het café er nog niet, toen stond een ijskoelkar, zei ik toen. Ja. Doe, zuster. Alles kids? Ja, ik zou een brood voor smeren, maar... Ja, prima. Ach, jongen, ik ben schat, mijn zusters. Allemaal. Ja, ze zijn toen meer voel ik hier wel aardig tussen, zoals je ziet. Ik zeg, wat? Ik zeg, ik ben hier half in de hemel, het zijn allemaal Engels om je heen. Nou, ze werden ook hartstikke goed. Ja. Vanmiddag ook hakken op mijn bed en toen deed mijn rechter voet, mijn grote toon, die me wel super rek te zien. Hoor. Ja. Op later dacht ik, nou, ik bel mijn zuster niet. Ja. Kwam zuster Marieke. Die had Nico ook altijd bediend, mijn broer. Zei, wat is de loogste? Zoals ik zei, nou, zuster, ik zei, die toon die door mijn zuster zei, kan je die nagel misschien ook knippen? Nou, dan zei ze, zou ik u ter knippen? Dat kan niet zijn. Maar zei, ik kan daar, zal ik mijn medicijn voor je halen? Hadden ze een grote pil op. En ik slikte die pil en de pine was voort. Ja. Ik zei, ja, hij kan ons niet weer te danken. En dan is het. Dat is heel mooi. Mooi, no? Ja. Ja. Nou ja, als ik de pijp u ga, dan zou ik het kort maken. Maar niet te veel om me heen klimmen. En dan zetten we erop RIP. Huurt is poten. Zo. Thank you.
Ja, de vooruitgang. Ik ben bij een, nou, ik ben denk ik wel bij mijn vader op 10-jarige leeftijd begonnen. Toen moesten we altijd voor de zaak staan met handel. Hè? Als het nou koud was, dan moesten we de lange onderbroek maar aantrekken en gaan, maar we moesten er staan. En dat hebben we tot een jaar of 16 gedaan. Hè? De school was gewoon afgemaakt, MABO gehaald. En toen kwam ik met mijn vader in vaste dienst. En toen ben ik tot 22 jaar in vaste dienst geweest. En daarna 2 jaar naar de marine toe. En daarna ben ik weer in de zaak gekomen. En ik heb er met elkaar ongeveer een 55, 60 jaar in gewerkt. En voor een jaar of 5 terug heeft mijn zoon Harry heeft het overgenomen. Ja. En misschien ook nog een leuke anekdote van het begin van de vooruitgang. Met nou, hoe we de zakenlieden onderling met elkaar omgingen. Of concurrentie. Of, nou, het was zo. Het is firma Metz. Dat was Loris, zijn vader. En mijn vader. Het waren, als ze elkaar tegenkwamen, dan zeiden ze helemaal niks. En het waren grote concurrenten. Ze liepen straal langs elkaar heen. He? En nu met Loris. Ik heb 40 jaar met Loris. Nou, als vrienden met elkaar omgegaan. Hij verkocht de dure artikelen en ik verkocht de goedkope artikelen. Nee, echt waar, het is een heel verschil bij vroeger geworden. Ja. Ik heb heel lang in het textiel zitten, maar op een gegeven moment gingen mijn broer en ik, mijn broer Louis, we gingen naar Sbrechen toe te wonen. Ik meen dat het in de jaren 72 of 73 was. En toevallig was het in de maand augustus dat er ook dorpsfeesten waren. En ik belde mijn broer op en ik zei, we moeten maar even naar het café toe. Want we willen pas komen te wonen, we kunnen ook even kennis maken met verschillende mensen die hier in het dorp wonen. We gingen een uur of 10 daar naartoe. Hartstikke vol, want alle feesten, toneeluitvoeringen en alle dergelijke dingen, die werden gehouden in het café van Fijker de Boer. Er was geen dorpshuis, er was verder helemaal niks in Sbrechten. Het was een heel groot feest, er was geen tap. De glazen werden gespoeld in een plastic wasbak, maar het gaat niet, het bier smaakte goed. Op het einde vanavond namen we afscheid en we zeiden tegen de kroegbaas, want dat leek ons wel wat toe. Als je wilt verkopen, dan moet je ons eventjes bellen. En de volgende morgen werden we wakker. En om 9:00 ging je telefoon dat we moesten maar even bij de heer Fijker de Boer komen. Want we hadden gisteravond gezegd, als je wilt verkopen, dan moet je ons even bellen. Nou, ik met mijn broer er naartoe. Nou, binnen een uur hadden we het rond. Maar ja, toen we het rond hadden, toen kwam echt de werkelijkheid. We hadden geen diplomas. Het was een heel oud ding. Er moest een toilet ingebracht worden. Nieuwe barsen moesten erin. Het moest helemaal verbouwd worden. Nou, dat hebben we ook allemaal met z'n beiden gedaan. En we gingen open, als ik het goed heb, in april 73. Eerst hebben we het dorp uitgenodigd. Alle dorpelingen. Het was een hartstikke gezellige avond ook. De volgende dag voor allemaal kennissen en vrienden om Old Vic te bewonderen. En na 2 weken zei mijn broer, hij zei, ja, ik vind het mooi dat we het hebben, maar ik hou er mee op. Nou ja, we moesten er toch mee doorgaan. Want ja, het is, we gingen verbouwen en alles was verder klaar daarvoor. Nou, toen zijn we geopend in 73. En de eerste maanden was het hopeloos. Geen klant door de week, niks. En ik denk, oh, als dit allemaal maar goed komt. En na een half jaar gingen we door de week gingen we dicht. En dan gingen we alleen het weekend open. En dan hadden we iedere zaterdagavond levende muziek. En na 2 weken kwamen er 40 man. Na 5 weken kwamen er 60 man. Na een half jaar, nou, waren het 80 tot 100 man. En we hadden een goede orkest. We hadden Anneke Domen geregeld. Ben Mol. De Wico's. Om een paar te noemen. Gerrit Wiersma. De Stampers. En na een jaar was het uitverkocht en zaten we met 200-300 man. En het was ontzettend gezellig. Het was ook nog zo, in hetzelfde jaar 73 werd het dorpshuis geopend in Sbrechten. En het was de oliecrisis, dat was een autoloze zondag. Dus wat moesten we doen? Nou, ik kwam toen op een helder idee gelukkig. Ik ging naar bij de heer Bertus Jansen naartoe en ik zei, zo is het geval. Ik zei, ik moet wat hebben. Want ik zei, de klanten die komen, die kunnen zaterdagavond niet bij me komen. Die kunnen wel komen, maar die kunnen niet meer weg. Nou, ik zei, we nog gratis taxis doen? Ik zei, heb ik met hem geregeld. En ja, toen was het klaar. Iedere avond 7, 8, 9, 10 taxis.
Maar die kwam, die bleef tot het einde toe in de zaak zitten. Dus het was ontzettend druk en het was een hele goede set geweest. Op het laatste jaar, jongens, het was zo verschrikkelijk druk. En toen, ik had de Debo ook nog. En de kroeg die ging vooruit, maar de Debo die ging achteruit. Ik had er geen tijd voor. En ik zat op een dinsdagmorgen zat ik op het Groot Zand. En er komt iemand naar me toe. Hij zegt, ik wil die kroeg van je kopen. Nou ja, ik zei, alles is te koop. Nou, hij zei, dat bied ik. Ja, ik zei, het is best, maar dan heb je 25.000 gulden te weinig geboden. Nou, hij zei, dan gaat het over. Nou ja, ik zei, even goede vrienden. We namen afscheid en tot ziens. Maar na een half uur kwam hij weer. Hij zegt, Dijkstra, wat je gevraagd hebt, dat bied ik. Nou, ik sinds hij verkocht. Dus ik kwam thuis en ik zei tegen mevrouw Kobi, ik zei, ik heb de kroeg verkocht. Nou, hartstikke best, zei ze. Ik heb hem voor goed geld verkocht. Hè, per 1 augustus heb ik hem verkocht. De Noorder, zijn doodgewone zaterdagmorgen, eind mei 2007, bij Van Solkem aan het bolwerk, was een man de antracietkleurige liekwagens, alles met kreeërs voor de Pinksterdagen. Ik kuier mankeliek de kerkgracht over, omdat er geen duizend zonnestralen meer door de kleurige glas- en loodrutsjes van de oude Noorder vallen, aan gruzelementen op het algegroene stoepje. Onkruid groeit uitbundig voor de grote kerkdeur. Goedkope spaanplaten vloeken met het verleden uit 1881. Ik lispel in de talen Kana's de woorden van de sobere gedenksteen. Zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Had ik thuiskom, zie je de kop van die vervelende Abraham Kuiper mij van al het vuurblikje verwietend aan, alsof het mijn schuld is dat de Noorder er zijn pot sierlijk bij staat. Nou, ik ben een sneker geboren in Sperghem, op het hoekje van de Boemonstraat en Amaliestraat. En daar had mijn vader een kruidenierwinkeltje. In mijn gedachten was het altijd een hele grote winkel, met een grote kamer. En dan boven een magazijntje en daarachter nog een magazijntje, daarboven zat mijn kamer dan. Nou, dat was eigenlijk wel de grootste kamer die er was. Dan had ik een paar jaar terug mijn zus over de vloer. Die was hier even en toen mochten we nog even daar kijken. Via lukte dat even. Toen ben ik me naapschrokken van hoe klein dat allemaal was. En waar het spul dan allemaal staan had. Nagen dat het kamerke daar beneden, daar stonden dan twee etalageruimtes. En er stond een grote toonbank in met vitrinekasten. En dan waren die wanden ook nog allemaal vol. En dan kwam mijn vader nog achter de toonbank staan en dan konden ook de klanten. En dan ben ik al nou, waar die mensen ooit staan, ik weet het niet meer, want ja, dat schijnt toch aan een verbeeldenis te wezen die je dan bijstellen moet. Maar, nou ja, heel leuk. In die tijd maken wij weinig foto's, want ik ben weer bij Historisch Sneek geweest en er zijn wel een paar foto's. Maar het is toch niet zo dat je zegt van nou stapels foto's. Maar van die paar foto's, het een vriend van mij, Evert van der Veen, het nadat ik heel veel shirt heb, het die zei van, geef mij die foto's maar eens in met een zak wel eens zien wat ik ermee doen kan. Nou, en die dus aan het schilderen gaan. En die het na aan, want de verschillende keren die hij daar geweest, het zelf nog foto's maakt. Het dan aan het stintjestellen geweest. En nou, die kerst allemaal een beetje terugzien op het schilderij wat dan wat achter mij hangt. En dat is een, nou zeg maar, een erfstuk waar ik verschrikkelijk trots op ben. Want ik vind het prachtig mooi schilderij en een stukje uitstekend dan je geboortehuis. Dat is nee, super. Nou, de goede oude tijd. Ik werkte toen bij Flexa in Expeditie. Toen zat de familie Dam, die zat daar in de kantinebeheerder. En mevrouw Dam, die deed wat aan toneel.
Dus ik heb mijn toneelcarrière niet helemaal, want het is eigenlijk begonnen bij de Grunninger Verein. Waar mijn vader dan voorzitter en regisseur van was. Maar later heb ik het voortzet met Flexa Toneel. En via Vrouw Dam kwam ik toen bij het SFT terecht. Het toneel. En die repeteerden in de Perensteek ergens, op een steekje van het Oosterdiek. Daar zat, onder zat de Drabbel Koekenbakkerij. En boven hadden ze daar het zaaltje van de Tempelier, het Tempelierhuis. En daar repeteerden we dan, ik geloof op maandag en op woensdag. En dan had ze daar beneden een drabbelkoekenbakker geweest. En zag ze het eerste kwartier zag niks, want die lucht die hing daar helemaal. Dat sloeg die compleet op ogen. Dat kost helemaal niet meer, nergens meer wat aan doen. Maar dat was in het tijd van Gabe Fritsma, van Abe Brouwer. Dus dat waren toen voor mij al oude mensen. Ik ben er nog niet meer. Die kijken al van boven naar ons neer hoe wij het allemaal doen. En we doen het anders, maar of we het beter doen, dat zouden we nooit weten. Dat is ook niet zo interessant. En later ben ik dus, na een paar jaar niet spul te hebben, ben ik terechtgekomen bij de Krieten. En de Krieten herinner ik me nog een aardig voorval van dat wij zaten een keer moesten spelen. Ik geloof dat het in Balk was. In een of andere sporthal. En toen hadden we nog zo'n kastje op toneel. Er zat een souffleur zat eronder, de voorzegger, zeg maar. En Piet Ratema, die was souffleur. En we hadden een of ander stuk. Er kwam een bloemengieter in voor met Katrien Wolthuis. En elke keer dat wij dat stuk speelden, dan was heel eigenaardig, kwam er meer water in die gieter. Dat was het mooiste, no? En dan proberen dus om wat water in dat hokje van die souffleur te krijgen. Maar in Balk liep het ook wat uit de hand, want die gieter zat helemaal vol. En dat kopje zat er maar een klein beetje op. En wat was er gebeurd? Piet Ratema na de pauze, die had zijn eigen absminkt als clown. Dus had je stiekem even in het hokje keken om te luisteren waar je aan toe waren, dan smoren je van het lachen natuurlijk. Katrien had dat ook in de gaten en die komt op een gegeven moment met die gieter aan en die zwaait die gieter daarover dat toneel heen. Laat een volle straal water, die plant zo dat hokje in. En Piet Ratema ziet het aankomen, dus die schuift achteruit, maar die vergeet op hetzelfde moment dat hij op een tafel en nog een tafel en daar een stoel bovenop zat, een hele stellage onder dat toneel was bouwd. Dus die kukelt eraf, die blijft er halverwege hangen. Het grote skut naar de zaal toe, dat valt ondersteboven, dat valt de zaal in. En Piet Ratema met een paar grote verschrikte ogen, die kijkt de zaal in. En die zaal ziet er een clown hangen, ook krijg of horen erbij. Dat ben van die dingen, ja, die blijven dan bij. Dat was wel een hilarische gebeurtenis. Ja, muziekvereniging hebben we ook geweest. Mijn vader was voorzitter, hoe kent ook anders. En ik moest dan bij de drumband. Er waren wel wat, ze moesten wel wat jongens brengen. Nou kon ik helemaal niet drummen, maar toch. Lawaai maken en thuis oefenen op een plankje, nou, want anders maakte dat een veel lawaai. Hadden we Anton Brents, hadden we Stamboometre. En mijn vader, die had de verschillende blaasinstrumenten had, maar op een gegeven moment kon hij dat niet meer, wegens gezondheid, had wat minder power. En toen had hij dus zo'n harp, zo'n soort xylofoon die je dan dragen kon. Schreef hij zelf muziek voor. En wij marcheerden, moesten de stad in, een of andere belevenis. En het hele spul dat komt over de supermarkt. En mijn vader, vol overgave, die zit op het ding van pingelen, 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 pom. En die is beheer de premies en die denkt, wat wordt het stil om je heen? Dat klopt ook wel aan, want het hele kort was lees afgaan. En hij was recht uitlopen. Dat de volgende keer moest hij in de midden lopen. Als ze dan de bocht omging en had hij het in de gaten, dan kreeg hij een klein doodje met. Ja, de harmonie. In de jeugdherberg, daar traden wij op. Met Stoffer en Blik. We hadden een of ander nummer met Stoffer en Blik. En het nummer ging op het melodietje van Hup zijn mijn simmetje, daar gaat hij weer. Hadden we een andere tekst op gemaakt. En dan ging die Stoffer omhoog. En dat was dan wel een leuk zicht. Is haast zo oud, we kennen het haast door het oude doos halen. En zo ben ik wat bij de carnavalsvereniging terechtkom. Uultje de Jong was toen prins. En dat was eigenlijk de eerste gereformeerde carnavalsprins van Friesland. Ook in Sneek, maar ook van Friesland. Meestal binnen ze van katholieke afkomst. Maar och, de spoeling wat dun wordt en je zoekt wat, dan zie je meer naar andere kwaliteiten als naar dit. En die kwam toen op in de Kruse Broedstraat in dat grote café-restaurant wat er toen zat. Van die Duitser, ik ben de naam bij Game Quit, maar dat leidt aan de leeftijd. De Viking was dat. Mooie vijver daarin. En daar kwam Uultje, die kwam op als prins Oele de Eerste, dus die zat ook helemaal verstopt in het nest. En er zaten een aantal Hawaii girls zaten erbij, die hem later ontvoerd. En wij hadden inmiddels een winkeltje in de Galgenstraat met allemaal carnavalsartikelen. Ook met een hoop kleding, kochten we dan in Brabant. Ik reed aan de Helmond toe. En dan zet me een hele winkel, zet me chockvol.
En toen was natuurlijk een probleem dat die carnavalsprins ontvoerd werd. Want die is op een vliegbasis Leeuwarden die ontvoerd. En we hebben toen een beloning uitloofd in de krant. Wie hem terugbracht, die kreeg 1111 centen als beloning om het weer te bezorgen. Want ja, mevrouw van Beckham zat in zak en as, want die had allemaal carnavalskleren gekocht. En ja, nou ging het carnaval niet door, dus die zat er met in de maag. Alleen mevrouw van Beckham wist nergens van. Die las het in de krant. Dat, ja, een bepaalde vorm van... Ik vond het wel grappig, zij vond het niet zo grappig. Maar ze zei, door Esting kon er maar met, had het hele spullen komt. Ik bemoei me er niet met. Nou, dat was even een telefoontje. En zaterdagmiddag om een uur of 3:30, daar kwam de Blauwhuister Dakkapel kwam eraan. Met een geboeide prins carnaval. En Eddie Mensing daar natuurlijk bij. En een paar politie's waren erbij. Die kwamen hem afleveren om de beloning op te halen. Dus ik hoor op een gegeven moment die muziek aankomen. Ik denk, nou moet ik even snel naar boven naar het magazijn. Want ik had daar zo'n oude slaapzak, zo'n rood-wit gestreept ding. Met zo'n grote puntmuts er bovenop. Ik denk, dan doe ik die even op. Dan had ik mijn verhaaltje wat op baseerd. Ik was dag en nacht aan het zoeken geweest tot ik niet meer kon. Dus ze bliezen me eigenlijk uit Bedford. Maar het was daar boven allemaal niet zo modern. En dat magazijntje wat we hadden, daar zat alleen maar een kruk aan de buitenkant. En in alle drukte vlieg ik daar met noodgang naar boven toe om die kleren. En ik trek zo die deur, die waait achter me dicht. En ik kon er niet meer uit. Dan heb ik er op die deur staan te bonzen en te stampen en te schreeuwen. Maar ja, hoe roept al maar eens boven de Blauwhuister Dakkapel uit? Nou, dat kan je wel vergeten. Dat ik heb uiteindelijk heb ik met een enorme aanloop heb ik die deur eruit geramd. Mijn hele schouder blauw. Maar toen heb ik daar nog beneden heb ik de kaars gekregen om even een Ultie te bevrijden. En even te voorzien van 1111 centen. Later hebben we dus, maar dat was na afloop van het carnaval, hebben we er nou wat patiënten bij nemen. Ja, met die lui nog met 11 cent, met 11 euro. Dus al 11 guldens waren het ook nog. Dus dat was de moeite ook niet weer. Maar zo is het uiteindelijk begonnen. Ik mocht dus wel graag zingen, maar ja, de meeste mensen die zingen wel eens in het bad of onder de douche. En als je op een gegeven moment een avondje fut binnen en het is gezellig, och, dan zing je wat met hem. De ene die kan wat meer lawaai maken dan de andere. Maar toen, vorig jaar oktober, vierde ik het heugelijke feit dat ik 40 jaar ondernemer was. En toen zei Ali tegen mij, ik heb een heel leuk cadeautje voor die. Maar dan moest het zelf doen. Nou, dat binnen natuurlijk dingen die komen vreemd op je over. Een cadeautje van de ene, je moet het zelf doen. Maar het kwam erop neer. Ze zei, we gaan een cd maken en die zou zelf inzingen met hem. Nou, prima. Dus we binnen via ben we terechtgekomen in Burgum. In een oud kerkje waar iemand een studiootje had die een orkestje speelt. Bam Bam heet het orkestje. En die had een heel mooie bengtafel met allemaal knappe toestanden erbij. En een lawaai apparatuur. De nummers hadden zelf al wat uitzocht. Nou, ik ben een sneker, daar heb ik dus zelf de tekst bij geschreven. En zo hebben wij dus, zonder dat iemand het verder wist, in 2 dagen en een halve nacht hebben we die 5 nummertjes op die cd zetten. En het was eigenlijk alleen bedoeld als aardigheid, als cadeautje voor de mensen die daar kwamen. Nou, anders dan krijg je een klompje met of een beerke of... Nou, wij dachten een cd'tje. Vind je het leuk, kan je hem draaien. Vind je er niks aan, gebruik je maar als onderzetter. Of je geeft manier bij een hekel aan hè. Dat kan allemaal, dat maakt verder niet zoveel uit. Maar het is, het is heel aardig gelukt. Ik heb hem hier en daar wat uitdeeld. En onder andere Jantje van Ommen, die had er ook in gekregen. En die zei, goh, dat is hartstikke leuk. Dan moeten we eens even een presentatie van houden. Dus op een vrijdagavond dacht ik dat ik te wees ben. Nou, Ali met en... ik zei, wel, laten we maar even brengen met de taxi. Want we zullen allemaal niet helemaal schoon weer thuis komen. En dat klopte wel aardig. Alleen, wij kwamen daar binnen. Nou, we zaten nog niet eens. Toen liep de eerste 6 luider al uit. Ik dacht, nou, dit gaat aardig de goede kant uit. Maar ik hoorde later wel van Jantje die lui weer een toggel voert. Dus, maar het had toen een hele leuke avond geweest. Ik heb toen 2 keer de hele cd gespeeld. Een zongen. En nou ja, dan hoor je wel eens wat reacties. No? Goh, ik wist helemaal niet dat het zo zingen kost. Nou, ook, dat kan aardig kloppen, want dat wist ik ook niet. En ach, zingen, ja, ik vind het leuk. Maar er zijn nog wel 1000 anderen die dus hetzelfde kennen. En met een leuk stukje techniek erachter. Ach, dan wordt het wel watje. Ik ben zoals ik ben. Ik ben een doodgewone sneker. Kom uit het Sperkhem. Ik ben gewoon
zoals ik ben. Ik praat mijn eigen dialect, omdat dat ze lekker bekt. En al zei het een wiesneus, ook haraga. Ik ben een echte sneker en ik laat dat horen. Ja, ze het ieder mens wel wat. Ik praat mijn eigen taal in geuren en in kleuren. Op feestjes in het westen, waar ik regelmatig kom, daar vragen ze mij vaak om wat te zingen. En als ze mij dan horen, lachen ze zich vaak rond. Dat vinden ze niet wend in zulke kringen. Zij maken grappen over mij en over hoe ik zing. Ze vinden mij daar een bijzonder exemplaar. Dan denk ik, laat maar kwekken, ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik kom nou een keer niet uit de Wassenaar. Want ik ben zoals ik ben. Ik ben een doodgewone sneker, kom uit het Sperrenhem. Ik ben gewoon zoals ik ben. Ik praat mijn eigen dialect, omdat dat ze lekker bekt. En al zei het een viesneus, ook haragat. Ik ben een echte sneker en ik laat dat horen. Ja, ze het ieder mens wel wat. Ik praat mijn eigen taal in geuren en in kleuren. Als ik mijn dag niet hef, moet de waterpoort weer zien. In de marktstraat een uurke mee z'n kieken. Dat in mijn plek, dat in mijn stad, voor altijd nummer 1. Daar laakt het tiet in alle rust verstrieken. Ik ben een gewone vent, en meer ben ik ook niet. Van alle markten thuis en echt niet dom. Gewoon geen flauwekul, zeg, krijgt weer het op staan. Ben apen trots dat ik uit Sneek wegkom. Want ik ben zoals ik ben. Ik ben een doodgewone sneker, kom uit het Sperrenhem. Ik ben gewoon zoals ik ben. Ik praat mijn eigen dialect, omdat dat ze lekker bekt. En al zei het een viesneus, ook haragat. Ik ben een echte sneker en ik laat dat horen. Ja, ze het ieder mens wel wat. Ik praat mijn eigen taal in geuren en in kleuren. Ik ben echte sneker, dat kerst zeker wel horen. Nou, het was de ponbaas die we niet hebben, dat we gratis voor. Gratis maar niet voor. Dat we hij niet hebben. De salamis ook wel meteen zitten, hè. Want die hadden ze, dat hadden ze afgesproken. Wij moesten een gulden vragen en hoorden ook geen kaarten, weet je wel. Want anders dat duurder gaan was. Die gewoon ook had kaartjes kopen met, hè. Nou, fijn, die gulden, dat waren nog geen afspraak. Ja, er waren lui die vonden dat nog te duur. Nou, toen heb ik ingevoerd. Toen heb ik ingevoerd, dan geef ik ze wat spul, nou, gratis. Nou, er waren lui die kwamen 3-4 keer per dag alleen om dat goed. Schreverij, hoor. Loekjes en pepermuntjes. En toen kreeg ik op een gegeven moment 3 Iraakse families. Er waren met z'n 28. En ik ben 4 keer op een deel geweest. Alleen nog maar. Nou, prachtig. Nou, maar leuk, maar je had in het begin ook nog wat schoepen met dat spul aan. Ja, ja, ik heb en shampoos. Dat wel, oh, ja. Jongen, dat, maar die producten die kregen van Paus. Ja, ja, dat werd gewoon de inkoper die zei, ze, ze. Zoveel graden. Nou, en op een gegeven moment, dat, ik weet niet hoe lang dat leden is, toen zei de inkoper, koops, Adam, dan moet je hier even komen, want ik heb ook wat spul voor je. Och, ja. 20.000 lijns. Hij zei kleintjes, hoor. Ja, dat waren allemaal grote.
20.000 dit jaar. Dat is nog te god. Maar die worden gratis weggeven. Heel gratis van je vol. We konden ze nooit plakken. Hoor. Maar toen zei ik, ik ben ze niet kwijt. Want je hebt daar die vierdaagse hier, nou, die fietsstad. Iedere morgen ging ik erheen en dan deelde ik die rommel uit. Nou. En ik ben naar alle inrichtingen geweest. Ja, en gehandicapten. Heb je oren, heb je dozen voor de inbraak. Oh, dat waren een stapel. Maar ze hielden anders die dingen. Dat waren van iedereen. Nee, Lions. Nee. Ja, Lions waren het. Nee, het waren geen Lions, van die neuten. Ja, nou. Nuts? Nee, jongens waren ze een paar af. Snickers? Ook niet? Nee, het waren Lions. Friets, hoe heet het? Kitkat? Nee. Van nee. Die dikke dingen, net als Marsen, zeg maar. Bounty. Snickers. Snickers. Nee, nee, nee. Hij doet het niet toe, hè? Wat verrekt dat? Want het was vreterij. Nou, we hebben de laatste niet weten. We doen ze niet meer in ieder geval. Maar Hakken en vrouw, die kwam elk jaar uit Baar. Die kwam ieder jaar aan boord. Ja. En alles was op. En dat was de laatste dag. Ik zei, nou, dit liep niet best. Ik zei, nou krijg ik op mijn falie, denk. Nou ja, dit vind ik niet leuk. Ik heb niks meer. Ik heb helemaal niks. Maar het liedje zei ze. Je hebt nog wat achter in de auto. Ja. Nou ben ik met haar naar de auto lopen. En ik heb een taart voor mij gegeven. Ik zei, alsjeblieft. Maar dat was gewoon een gekke boel, hoor, soms. Ook eens een troffen van de Werre was dat toen, van het Holstek, een zoon. Ja, die had een kroeg in Amsterdam. En die jongen, hij zei dat hij de middag van mijn leven geweest had, die Trusje Moeken zei. Zei van Verwe, nou, Trusje Verwe. Hij zei dat hij de middag van mijn leven, ze hadden nooit zo'n mooie middag gehad. Als heen en weer met de puisboot. Ze waren één boot overbleven en dan kwamen ze weer terug. En die jongen, die was wild van die puisboot. En die hoorden ze altijd de muppets. Ze hebben hem later niet weer getroffen. Zijn zuster die stond met de kleren onder haar. Maar ik wist het niet hoor. Ik zei, waar komt die gozer weg? Hier van boord, daar werd hem hier uitkleden. En toen zei hij eruit. Ik zei, nee, mooi ben, daar blijven we eerst al uit. In het water blijven, hè? Ik zei, de kleed die er ook mijn handen in maaien. Ik zei, als het eruit komt, haal ik die winkelhaak in de rug. Hij staat ook in de krant, het hele stuk staat in de krant. Maar, die vent, zijn zuster, die zei, hij wordt zo koud, Erik. Had hij eerder bedenken, maar. Nou, ik zei, kom een minuut en dan zei ik, oh, jezus, het is ook nog niks. Nou, in het water, dat krimpt nog. Ik zei, dat is ook nog niks, helemaal niks. En de lui lagen eromheen. Nou ja, dat waren van die leuke dingen, maar dat is die dan ook kwaad op mijn zuster. En dan met die twee jongens, jij die moest geen naam nou noemen natuurlijk, maar die leven beide nog. Maar die kwamen ook ooit dronken, weet je wel. Dan gingen ze naar huis en de belden ze om eens aan. Oh, was vroeger die snaak bij Faber, waar je het nog net over had. Die zat op de Oosterdijk. Zat ook op de Oosterdijk achteraan. Maar nu waren ze bij die kledingwinkel, stomerij waar ze vroeger in. Weet je, Jari. Ze liep een soort Oosterdijk over. Hij liep naar links, naar rechts, en de ander liep naar links. Ja, zo. En dan passeerden ze elkaar. Zo iedere keer. Zo. En toen waren ze daar bij de bellen aan, of? Wat zijn ze geweest? Twee gehaktballen met mosterd. Met mosterd, dat is het meeste. Midden in de nacht, 3 uur na. Er was helemaal geen snaakbaar nog. Ze hadden die stomerij. Ze dachten dat ze met die snaakbaar waren. Dat kan me wel ontdoen blijven. Heerlijk waar, dat ben je dat. Dat mooie dingen. Prachtig. Lucas brengt van, nou, die deed het al jaren. En op een gegeven moment zei hij. Dat kan wij de garen wel doen. Maar hij vroeg daar nooit wat voor. Hè? Ik zei, dat moest dat wel doen. Dan moet ik kleren huren. Ik zei, ik vind dat te gek. Maar dan gaan we 20 adressen. En onder andere Janssen, de slagproduct. Nou, daar zaten 40 man in de huis. En altijd hetzelfde, dan moet ik dat bij de open haardel zetten. Het zweet, dat liep hij bij de huidel. Pils kan nemen. Maar dan gingen we de hele wereld door, hoor. En met die autoloze zondag, toen moesten we naar Makkum. Maar ja, dan mocht hij drie dan op. Dikkie Puis. Nee, 73 was dat of zo. Dikkie Puis. Hij zei, ik haal je map en ik breng hem naar Makkum. En dan kwam hij aan het open dakje. Kom mooi de. Meid erop, hè? Nee, helemaal.
Nou, niet nauw tot het begin ben we naar Maakenbeek. Prachtig, hoor. En, nou ja, dat deden we ieder jaar. Maar toen op een moment toen werd het pas maar. De bloemist werd opnieuw geopend. Die winkel is toen helemaal vertimmerd. En dan hadden ze van de Oosterdijk dik, hadden ze zo'n ding aan de deel zetten en konden die kinders met Sinterklaas op een foto. Foto, ja. 300 van die benken heb ik op een knippen laten. Maar dat is niet zo erg, de kinderen die doen het. En dan kwamen die vrouwen en dan wat. Zei, ding kwam het behang. Afblieven, ik zet ze wel terug. No? En de hele dag, van morgen uur of 10 tot middag, een uur of 6. Oh, dat was mooi regendag. Oh, prachtig, ja, maar wat mooi werk. Ja, dat moest ik graag. Ja, ik moest het graag doen. Maar dan kwam Piet Homer, die kwam een keer dat bij. Dat moest je eens even vertellen, dat vind ik ook mooi. Hij zei, die ene jongen van mij. Die kleinzoon. Kleinzoon, dat was zo'n karinje, die keltje moek uit. Oh. Maar ik zei, ik weet niet hier erbij komen kan, want dat heb ik niet beslist en dat doet Lucas. Die regelde dat. Nou, dan regelde ze het maar en zei ik betaal je 50 gulden. Nou, dat was toen al een mooi bedrag. En dan had ik bij Lucas op. Ik zei, mijn kwartierke je tussenin laten. Maar ik kwam naar binnen. En ik zei, de hele familie. En ik had die naam van die jongen op papier en die riep ik bij me. Nou. En dan begin ik zo met de loon. En die jongen die begint te snotten. Een plaatje moeder is wel. Nooit weer. En we gaan eruit, zei ze had het godverdomme op die doen. Zei dat is toch niet. Oh, oh, maar. Die is helemaal overstuurd. Oh, oh. Ja, dat was raar. Had het ook niet doen. Ja, die jongen die geloofde zijn, die zijn er klaar. Die hebben zijn er klaar op een knibbel zijn. Prachtig. Oude vrouw, niet maken op een knibbel in de parkflat. Oh, ik meen die oude van Elzen. Ja, ook. Ja. Zet ik ze met z'n drieën naast elkaar. Zijn dan moet je mijn mooi Sinterklaas liedje zingen. Ja, dat was toch nooit zo fout hoor. Dan kon ze nog eens even de plak zetten. No? Ik heb altijd, ik heb altijd met liefde ding hoor. Het soort van die rotpuntjes wel uit. Ja, en toen kwam Hartje bij me en die wilde me voor de stad Sinterklaas. Nou, ik zei, het moet maar niet met die poort. Nee, ik leid nog in het ziekenhuis van de derde operatie. Ik zei, je moet een Lucas erop zetten. Dat had dat niet moeten, want dat had hij te druk gemaakt. Die had dat binnen de kortste keer maar die weg. En dan kreeg ik Parkinson. Ja. Dat leefde al bij, maar dat is toen versneld, dacht ik. Maar Lucas had maar hij heerlijk waar hij heeft. Een mooie tijd hebben. Ja, prachtig. Nou ja. Dat is leuk hoor, Sinterklaas, dat is leuk. Werk. Het enige is dat ik ben nergens riek van ben. Nou, dat toneel niet. Maar ik heb me altijd prachtig vermaakt, eerlijk waar. De boot ook, ik ook, ja. Als dat van die nieuwe beurt zien, maar altijd leuk. Volgens mij is dit mooi. Ebenhuizer, achter bij Moeke op een fiets, voor het eerst naar de grote school, de hoge brug over, de parkstraatdeur, stief zittend in een houten bankje met het mooie meisje Willy Weerts, en tussen de geraniums uitzicht op een grote kerk, boven het schoolhek de onbegrijpelijke woorden, Ebenhuizer, tot zover het de Heer ons hopen, maar dat wist ik toen nog niet. Ik ben op 11 juni 1951 in Sneek ben ik geboren. Waar nou het Sneekveld is, daar heb ik op een klein boerderijtje zag ik het eerste levenslicht. Ja, kijk, Dieter is de DJ. Nou ja, Dieter, we nou echt allemaal Sneekers die dit aasten horen, die weten allemaal wie Dieter is. Dieter is een, laten we maar zeggen dat hij is autistisch. Man is 65 jaar. Het altijd als hobby had om als DJ wat te doen. Hij was vroeger, ik heb ook nog in de Snekenpan vroeger bij Eddie werkt, daar kwam Dieter ook altijd met Dirk. Dan kwamen ze te garen en dan brachten ze bansjes.
En dan moesten wij de bandjes draaien. Nou, dat was altijd een geweldig. Nou, en zo is dat altijd een deur rolt. En Dieter is verder helemaal alleen gaan. En Dieter, die, ik heb nou bij wijze van spreken alweer in zijn agenda zetten. Voor volgend jaar voor zijn optreden. Want zo gauw dat de steekweek gebeurd is, komt hij met de agenda en dan schrijven we het er weer in dat hij volgend jaar weer komt. Nou, hij wordt met de taxi wordt hij gebracht met al zijn apparatuur. En hartseldag, dan gaat hij midden in de nacht weer met de taxi met alles naar huis toe. En dan gaat Dieter met zijn vrouw 14 dagen op vakantie. Dan gaan ze naar Den Bosch. Dan verkwist hij alle geld. Ja. Nou, er was een stel, alles zat vol. Het was zaterdagmiddag. En op een gegeven moment toen zei ik, denk, kan ik even een baltje gehakt krijgen? Want ze bleek dus achteraf in de keuken hebben. Dus ik naar de keuken toe en een bal gehakt ophalen. En ik kom weer waarom en ik ga aan het werk weer. En ik, op een gegeven moment, ik denk, wat zal ik hier beleven? Ik ga een glazen spoelen. Ik denk, ben ik nou gek? Wat is hier aan de hand? Hebben ze goudvissen in mijn spoelbak gehoord? Nou ja, dan denk je eerst werkelijk van, nou wat is dit, weet je? Maar ja, goed, ik bedoel, dit is een voorbeeld en dat is echt al van die beginjaren. Nou ja, we gingen 's morgens om 10 uur open. En er komt hier een, ik zat hier nog niet zo lang in, dus het was natuurlijk gelijk ook niet volop drukte. En er komt hier een klein kereltje binnen met een briltje op en die heeft een pakje bij hem. In een krant en die gaat er op het hoekje van de bar zitten. En nou, morgen, middag, ja, middag, middag. Hij zegt, nou, kan u drinken? Nou, doet u mij maar een jong borreltje. Nou, ik weet niet hoe lang dat het leden is, maar ze bouwden toen die frittenmalene. Die huizen werden daar bouwd. Nou, dat is denk ik ook wel een jaar of 30, denk ik, leden. En die man die zit er, nou wat praten, nou u heeft ook een keuken en dit. Ja, hij was op het werk en hij zocht een bedrijf waar ze dan tussen de middag wat lunchen kon. Nou, ik denk, dit is handel niet. Met die man, nou ja, alles was mogelijk, u komt maar hè, en weet ik wat. Maar hij had 3 slukjes had. En toen zei hij tegen mij, ik moet even een boodschap doen, ik laat mijn pakje even liggen. Nou ja, ik zei, best. Ik dacht, nou, die man, nou, die regelt alles, dat komt wel klaar. Maar we zijn nu verder en die kerel is nog niet terug. En dan denk je, dat pakje, dan zus dat pakje wel pakken willen, wees wel. Maar dan denk je, hoe stel je voor dat hij binnenkomt? Dan zit ik met dat pakje. Nou, het was een half uur later. Hij was er nog niet. Nou, toen dacht ik bij mezelf, dan moet ik het maar even openmaken. Zat er een stier in? Nou, het had later ook in de krant staan dat die meerdere horecabedrijven bezocht hebben. Nou ja, wees wel, dat binnen natuurlijk allemaal van die dingen. Dat, ja, dat je zegt, dat is horecahumor. Dat gebeurt je 1 keer en geen 2e keer natuurlijk. We vertelden dus dan bij de snekenpan achter de bar stond. En nou, als collega's natuurlijk ook heel veel gein. En had wel eens klanten die zeiden van nou, verkoop je hem ook eterij? Ja, natuurlijk verkopen we eterij. Nou, lekkere kroketjes, meneer, hebben. Oh, nou, doen wij maar even 2 kroketjes. Moet ik het ook voordoen? 2 kroketjes. Dus op een gegeven moment zei we tegen die man, nou, ik zal even 2 kroketjes doen. Dus dan werd die koelkast opentrokken en er was, Piet, 2 kroketten. Nou, klaar. Dus we gingen weer verder met ons werk. En dan zei diegene, na een verloop van tijd, we blijven mijn kroketten. Och, heen, heb Piet ze nog niet gebracht. Nou, wij weer in dat koelkastje. Piet! Godverdomme, nou Piet weer dronken. Het wordt weer niks. Dus de klant hevig teleurgesteld. Ja, dat waren allemaal, dat waren leuke grapjes. Nou, op zondagmorgen. Ik was aan het werk hier, jaren terug. Daar komt Nol Dijkstra hier binnen. Hé, hey, Nol. Hé. Hey. Ik zei, wat zie je stouder uit? Ik zei, wat hij stout? Hij zegt, ik ben jarig. Zit Nol, ik ben jarig. Nou, ik zei, jongen, gefeliciteerd. Maar ik zei, wat is er nou met tij aan de hand? Hij zei, ik heb vergeten mijn gebit erin te doen, zit Nol. Nou, ik zei, dit is toch helemaal geen gezicht. Dat kan je toch hier op zondag niet maken. Ik zei, wees wat we doen, hè? We bellen een taxi en we laten het gebit ophalen. Dus ik een taxi bel, ik zei, maar luister, er moest even daar en daar naartoe. Er moest even
een gebit ophalen. Ik zei dat ik geen gekkenstekerij, dan moest het even doen. Want ik dacht, nou, anders komt die hele taxi niet. Dat ik die man zijn vrouw wil bellen, ik zei je, dan komt ze meteen een taxi bij u aan de deur. Wil je nou zijn gebit even metgeven? Nou ja, ik denk van, ik weet niet hoe dat komt. Maar ja, na verloop van 10, daar kwam de taxichauffeur aan met Nolsing gebit in een plastic zakje. Heer Bos, die was kantinebeheerder op het LSC-terrein. Nou, was natuurlijk ook mijn grote maat, kwam hier ook altijd. Had ook altijd een gein met elkaar. Oude Kruger kwam daar. Ook regelmatig kwam oude Kruger dan ook even op het voetbalveld en we maakten er ook altijd een feest van. Maar op een gegeven moment, we gingen naar de juiste kermis toe. Daar is altijd de maandags dan peerdenkoers. Nou, ik was trouwd met Kees Hiepma en die deed veel in de boekmakerij. En wij konden op jou op die baan. Maar Kees had een verbod, die mocht niet op die baan komen, want die hadden ze voor boekmakerij pakt. Dat nou, ik zei laat, maar hij stond aan de andere kant van het slootje. Ik doe die werk wel, ik neem het spel wel aan. Ik zei, dat komt allemaal wel goed. Dat nou ja, wat gebeurde er? Iedereen begon bij mij te speulen en geld. Nou, ik wist het op laatst ook allemaal niet meer hoor. Dat ik denk van nou, als ze wat winnen, dan melden ze hun wel en ze gingen het ook. Maar Heert Bos die speelde een peert, ik vergeet het ook nooit weer, dat heette Poetje Patje. En als dat peert dan voorbij kwam, nou dan leidde hij natuurlijk helemaal achterin. Dan riep hij, Poetje, we hebben niet Patje nou. Dus dat waren geweldige dingen, maar ze liepen daar met loten rond. En dat was van een rijvereniging uit het zand vandaan. Kon je lotten kopen en dan kon je een föhn winnen, een jong föhn kon je winnen. Dat wij kopen ieder zo'n lot. Nou, het is een paar weken later, toen zei hij tegen mij, hoe zou ik erachter komen kan? Als ik misschien ook wat won had. Nou, ik zei tegen de heer, geef mij dat nummer maar even, daar kom ik wel even achter, ik bel wel even iemand die daar verstaan van het. Dus ik schreef dat nummer van dat lot op en een paar dagen later, hier aan de bar, Heert Wadden niet met allemaal klanten. Ik zei, zal we met Heert een geintje uithalen dat hij een föhn won net. Nou, de man, 25 euro lappen, 25 gulden waren toen natuurlijk gulden, 25 gulden lappen. Nou, we hadden zo'n 500 gulden. We zetten alles in beweging. Theo Boomsma, ook heel bekend hier in Sneek. En daar kochten wij een pony van. Wij Heert Bos opbellen. Heert, nou heeft dat en dat won. En dat wordt die volgende week zaterdag komt er een man van die rijvereniging. Die komt speciaal dat föhn brengen. Nou heeft dat föhn won. Nou, zei dit niet. Nou, ik zeg best. Dan en dan. Dus wij hebben een heel verhaal erover gemaakt. Een broer van Kees Hiepma, dat was de ceremoniemeester, die kwam op het voetbalveld met de auto en zogenaamd het föhn erin. Nou, we waren er natuurlijk met een hele ploeg. Jackie Postma, de bloemist, had een kraas gemaakt en het peert heette Uiltje B. Dus wij komen er met z'n allen. Komen wij daar op dat sportpark en hij had tegen zijn dochter, had hij zei tegen Pietie, nou, ik weet het niet, maar het kan ook wel een grapje wezen, maar ik weet het niet. Dus wij komen daar met z'n allen op dat sportpark, pony wordt op het sportpark reden, hij vliegt naar de telefoon toe, hij zei, Pietie, je moet er komen, het is echt waar. Dus we stonden er allemaal omheen en die kar die werd open, deed weer op Heert Bos en lot, verdomme, het liep wel een ezel. Maar dat was zoiets geweldigs. Hij had ook nog in de krant staan van een practical joke, weet je wel. Dat soort dingen. Nou, daar hebben die pony, dat meisje had heel lang nog wel van die pony genoten, maar dat was toch werkelijk ongelooflijk. Dat is zo'n mooi verhaal.
We binnen hier op het Schapenplein, een heel karakteristiek stukje Sneek. Hier was vroeger een bakkerij, er is nu een trekpleister is hier. Vroeger was het een bakkerij, bakkerij Dam. Dan wil ik bevallen dat ik de zoon van bakker Dam ben. En mijn moeke die had op zolder nog een stukje film uit nou, 1946, 1950. Dat hebben we op laten poetsen in een laboratorium in Hilversum. Daarnaast was er nog een opname van Bakkerdam, van een liedje. Dat ging over een nou ja, reclame over Bakkerdam zelf. Bakkerdam, als je broodkar niet kwam. Die beelden van toen hebben we gecombineerd met het plaatje uit 46. En het is gewoon een fantastische videoclip geworden. En die willen we nu presenteren op deze DVD. En we kunnen wel met recht zeggen dat dit waarschijnlijk de oudste videoclip is van Friesland. Misschien wel van Nederland. Glad van streek. Jong en oud, klein en groot, zing de lof van je brood. Want het staat aan de spits in heel snits. Zomers als de zeilers komen van wijd en zijd. Prijst men op het wijde water jouw brood omstrijd. Bakkerdam, Bakkerdam, als jouw brood kar niet kwam, dan was sneek. Heel de week, glad van streek. Afkomt dan uit de koek van Vriend van Dam. Friese, Friese, Friese kruid. Kruiden, kassen, extra pijn. Moet om eerste klas te wezen, naar oud recept bij Dam gebakken zijn. Geen wonder dat een ieder zegt, de echte Friese kruidkoek is pas echt. Al die bepaalde lekkernij, het stempel draagt van Damse bakkerij. Kruidkoek, 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 kruidkoek. Friese koek van Dam. Ik heb ook geen vlaaien, maar Vlaanderen. Goed wel leuk. Mooi Vlaanderen, nee, wat dat? Ja. Ja, mooi Vlaanderen, mooi. Bij Hempatek. Ja, bij Hempatek, maar Vlaanderen. Ja. Ja, maat was ook bij nacht. Ja, dat is maar, dit is Freekie. Weet je, weet je, Freekie. Goed. Ja, goed, goed. Ja, goed. Goed. Ja. Maak maar. Ja. Ik denk niet goed maken. Ja, kom op, joh. Jo. Prachtig. Ja. Wat? Maak een foto. Maak een foto. Maak een foto. Even terug in mij. Maak een foto. Wat kost dat dat ik er bij jou kan? Kom op. Maak een foto. Maak een foto. Kom maar. Maak een foto. Maak een foto. Maak een foto. Ja, echt mee. Ja, allemaal foto. Hartstikke mooi. Mooi man! Prachtig! Jelle, druk even mee! Knieën! Hij zegt me wel zeggen! Nou! Echt! Ik heb mee die plek! Zeggen zij
Snekers, snekers. Op het snekermeer ze zwaaien naar elkaar. De Irish pub aan de bar, kijk maar. En ze lopen steeds door elkaar. Snekers, snekers. Henk en Johan zitten daar op de toerist. Ze drinken melk, voor wie het nog niet wist. De snekermeerbus hebben zij gemist. Snekers, snekers.